Adrie Bogers is de nieuwe hoofdtrainer van NEC. Zo bevestigt de club dinsdagochtend. De assistenttrainer wordt doorgeschoven door de Nijmeegse club. Hij nam sinds de eerste training al de honneurs waar, omdat er toen nog geen hoofdtrainer was. Bogers is in ieder geval één seizoen eindverantwoordelijk. Hij werd eind juni gepresenteerd als nieuwe assistenttrainer, hoewel er toen nog geen hoofdtrainer was gevonden. Die zou nog komen, meldde technisch directeur Remco Overzier toen. De nieuwe eindverantwoordelijke moest een breed gedragen keuze zijn en nu blijkt dat dus Bogers te zijn. Eerder was onder meer Jack de Gier al kandidaat.